essa procura de amor. Buenos días. ¿Ya está listo el pan? Ya está listo el pan. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana. Nou, we rijden nu naar de wijk Villa Fontana. Daar zijn wij het eerste kinderrestaurant begonnen hier in Arequipa. Nou, in Villa Fontana hebben de mensen heel erg moeilijk. De mensen dagelijks op zoek naar nieuw werk. De meesten hebben geen vaste baan. En ze moeten eigenlijk elke dag zien te overleven in plaats van echt te kunnen leven. De kinderen lijden heel erg onder en we zien gewoon dat het kinderrestaurant daar echt hun kunt helpen door in ieder geval dagelijks hun eten te kunnen geven. Ya, podemos pasar. No, el perro no. Saca el perro. Alejandro. Sí, sí. A ver. El papi. No sé. Ja, elke dag hebben wij hier een ontbijt met de kinderen van de wijk. En er komen hier elke dag ongeveer 30 kinderen. Zodat ze niet met een lege maag naar school gaan. Buenos días. Gracias, Padre Celestial. Gracias por este nuevo día. Gracias por este nuevo día. Y por la vida que tú me has dado. Te damos gracias por los alimentos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nou, in 2005 zijn we begonnen hier in ons eerste kinderrestaurant in Arequipa. Door de jaren heen zijn we eigenlijk heel erg gegroeid. Dat hadden we eigenlijk nooit verwacht. We zijn heel primitief begonnen, klein. En nooit kunnen denken dat het nu bijna op 40 projecten zitten. Dus ja, dat is echt alleen maar supermooi. Bien, chao, hasta mañana. Chao, Jefran. ¿No dices nada? ¿No dices nada? ¿No? No. Ya, chao, hasta mañana. Ons streven is om altijd onder de allerarmste te zijn. En we zien nog op zoveel plekken hoge nood dat we voorlopig niet zullen stoppen. Ik ben zelf opgegroeid in een gezin waarin ik
alleen was, omdat mijn ouders 3 keer over een kindje verloren hebben. En ik heb toen eigenlijk altijd al tegen mijn moeder gezegd, waarom adopteren wij niet? Ik denk dat het een jaar voor ons trouwen was dat Aukje met het idee kwam om ook een kind te adopteren. Toen hebben we eigenlijk besloten, we willen het niet via een bureau doen, maar gewoon helemaal zelf. Dus we gingen op zoek naar zendelingen in ons netwerk die ons mogelijk zouden kunnen helpen. Ja, we hebben dat biddend gedaan. We hebben echt God gevraagd, wilt u ons op de juiste plek brengen, het juiste land? We hebben in Brazilië geïnformeerd, maar uiteindelijk kwamen we, omdat overal de deuren dichtgingen, kwamen we in Peru terecht. De reis naar Peru was een echte uitdaging. We hadden nog nooit zo'n verre reis gemaakt, maar we waren ook nog nooit in een land geweest wat anders ontwikkeld was dan Nederland in dat opzicht. Zoveel armoede, zoveel chaos om ons heen, dat was voor ons allebei heftig. Ja. Ik vond het heel erg om al die armoede te zien. Ik vond het echt heel erg. En hoe verder je van de stad kwam, hoe erger dat eigenlijk werd. Toen we bij het kinderthuis aankwamen, werden we enorm welkom geheten. Dat was heel, heel liefdevol. Ja, en dan uiteindelijk wordt aangewezen van ja, dat is hem. En dan ga je naar hem toe en dan, ja, vanaf dat moment is het jouw jongetje. En hij kwam zo naar ons toe lopen, hij spreidde zijn handjes open en toen zei hij, papa, zei hij tegen mij. En dat is natuurlijk, ja, dat is mindblowing. Dat is zo'n klein kindje je meteen vader, papa noemt. En op dat moment werd Carlos ook werkelijk onze, maar ook mijn zoon. Als kind was Carlos eigenlijk een heel vrolijk kind. Hij ontdekte de Duplo en de Lego en alles wat je maar kunt bedenken. Hij werd gewoon een Nederlands Peruaantje. En hij genoot ontzettend van spelen met anderen. Toen hij puber werd, kwamen natuurlijk veel meer gedachten bij hem op. Toen werd opeens Peru voor hem helemaal, alles wat maar van Peru was, werd opgenomen op de videoband en keek hij eindeloos af. En ja, toen kwam ook eigenlijk zijn verlangen om naar Peru te gaan en om daar te zien waar zijn roots lagen. Carlos wilde terug. Hij wilde terug naar Peru. En waar we heel blij mee waren, om zijn moeder te zoeken. Hij wilde zijn moeder vertellen dat het goed met hem ging. Dus wij kregen bericht op het moment dat hij daar was. Hoe hij probeerde eerst lokaal de kranten te bereiken. En dat ging niet goed. De deuren gingen niet open. Toen gaf hij al bijna de moed op. Ik zei, joh, geef niet op. En uiteindelijk werd het lokaal gepubliceerd in de stad waar hij te vondeling was gelegd. En in no time werd dat landelijk opgepakt. De landelijke kranten en ook landelijke televisie. Las 8 con 12 minutos y bueno, vamos ahora a presentar una nota que veníamos anunciando, una nota que tiene que ver con el joven que están ustedes viendo en su pantalla, pero lo están viendo ustedes de dos maneras distintas, cuando él era apenas un pequeñito y ahora ya que es una persona adulta. Carlos no tiene el nombre de sus padres ni el lugar donde viven o vivieron. Solo sabe que lo dejaron abandonado en un ómnibus en la ciudad de Huancayo y tiene esta foto que sus padres adoptivos le tomaron días antes de llevárselo a Holanda. Ondanks allerlei media-aandacht heeft Carlos zijn moeder niet gevonden. Maar wat hij wel vond, dat was zijn vrouw, Mariella. Hij had haar ontmoet in de plaats waar hij te vondeling was gelegd. En zij is met hem meegegaan ook naar Lima. Want in Lima vonden de televisieopname plaats. La sangre llama, dices, ¿no? Has venido hasta el otro lado del mundo para conseguir de repente una pareja. Sí, quizás. In 2004 was de bruiloft en zijn we als gezin, voltallig gezin, zijn we naar Peru afgereisd om de bruiloft mee te maken. Maar dat betekende dat hij ging remigreren, terug naar Peru. Eerlijk gezegd, toen Carlos terugging, wist ik echt niet hoe de toekomst eruit zou zien. Hij wilde de kinderen helpen. Maar hoe? Dat was één groot vraagteken. Thank you.
We zijn hier bij het huis waar wij eerst gingen wonen toen ik vanuit Nederland naar Peru ging emigreren. En daar is het eigenlijk begonnen. We hadden grootste plannen. We zijn begonnen om een klein bedrijfje op te starten door middel van alpaca truien te verkopen. En daar eigenlijk uit de winst daarvan om de kinderen te kunnen helpen. Op een gegeven moment raakte het geld op. We waren net getrouwd, een bedrijfje begonnen. En het werd eigenlijk zo erg dat we echt eigenlijk maar een paar euro op de bank hadden. Binnen een jaar was het geld op. En hadden ze letterlijk alleen nog maar crackers te eten. En dat heeft hij ons natuurlijk niet verteld. Want zo is Carlos niet. En had hij eigenlijk zijn visie en zijn hoop verloren. Op een gegeven moment sta je echt wel met de rug tegen de muur. En dan gingen we gewoon ontzettend veel bidden en kijken van... wat kunnen we nu doen? Hè? Wat is nou echt Gods wil? Wat wil God nou echt met ons? Was het niet de bedoeling om die kinderen te helpen? In deze crisis kwam er een keerpunt voor Carlos. Op dat moment had hij nog geen idee dat God een wonderlijke reis had gepland voor Aukje. Een reis die Carlos zijn ogen zou openen. Maar de deuren werden geopend om te gaan doen waar God hem werkelijk voor geroepen had. Esta casa hogar nosotros hemos empezado porque Carlos tuvo una experiencia cuando nosotros hemos venido aquí a Arequipa. Entonces ahí una noche estábamos regresando de un lugar al hostal y ahí hemos encontrado a un niño llorando, muy triste y agarrado una bolsa de caramelos. Carlos se acerca a mí y me dice, ¿qué le pasa al niño? ¿Por qué está llorando? Pregúntale. Y yo le pregunto y el niño muy triste y llorando, era muy tarde, era las 9 de la noche más o menos, y él me dice, es que mi tío me va a castigar porque yo no he vendido los caramelos y no tengo dinero. Entonces eso ha conmovido mucho a Carlos y... Ya, él ha estado muy triste y llorando y fue algo que él ha sentido con todo su corazón y por esa historia hemos abierto esta casa hogar para recibir a muchos niños que pasan por estas situaciones muy tristes. A ver, niños, vamos a cambiarnos, nos vamos a salir. Als de kinderen bij ons in het kinderthuis binnenkomen, ja, dan is het eigenlijk altijd standaard dat ze heel erg bang zijn. De eerste avonden plassen ze eigenlijk altijd in bed. Er zijn kinderen bij wie de eerste 3 dagen niks hebben gezegd. De eerste dagen eten ze ook ontzettend veel, omdat ze gewoon heel weinig of niks hebben gegeten. Dus en ze komen eigenlijk met niks, alleen met de kleren die ze op dat moment hebben, als je het nog kleren kunt noemen soms, komen ze zo binnen. Bij ons in het kinderthuis. Niños, ya nos vamos al colegio. Pueden pasar. Hola, José. Que les vaya bien. Este es el piso de los niños y ahora ellos están en la escuela y por eso es que yo te puedo mostrar las habitaciones, los lugares que ellos juegan, qué hacen en sus tiempos libres. Y abajo está el piso de las niñas. Y ellos no pueden entrar, o sea, las niñas a la habitación de los niños y los niños tampoco pueden ingresar a la habitación de las niñas
por problemas que ellos han vivido en sus casas o con sus familiares. Nosotros hemos empezado en el 2014, pero siguen llegando más niños y nosotros estamos muy felices de poder recibirlos a ellos, porque esta es una casa especial para ellos y nosotros le damos mucho amor, mucho cariño. Het kinderthuis werken we met een team van ongeveer 10 mensen. Die zijn allemaal betaald. Het zijn geen vrijwilligers, want het is dag en nacht, van maandag tot zondag zijn de kinderen. Dus die hebben ook, ook professionele hulp nodig, zoals een kinderpsycholoog en sociaal werkster. Hola, Miss Jenny, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Tanto tiempo. ¿Sí? Te quiero hacer una pregunta. Como trabajadora social, ¿cómo ingresan los niños aquí? Para empezar, ellos ingresan por medio de la unidad de investigación tutelar, ¿no? Y la situación en la que ellos ingresan es en situación de abandono moral y material. Ellos provienen de hogares disfuncionales, de padres separados. Están inmersos en situaciones de violencia familiar y tristemente a veces de abuso sexual. ¿Podrías contarme alguna historia de un niño o niña que está viviendo aquí? Sí, claro. Tengo una historia especial de una niña que ingresó a los 9 años aquí a la casa hogar. Ella ingresó por abuso sexual aquí a la casa hogar. Se orinaba por las noches. A base de terapia, de aconsejarla, de hablarla, y el trato que le dan aquí en la casa hogar ha ayudado a que esta niña pueda superar ese problema. Hoy por hoy puedo decir que esta niña es una de las mejores de su salón, tiene buenas notas, está más segura de sí misma, no tiene vergüenza de hablar en público, participa y canta, baila, y eso se refleja su estado de ánimo, lo bien que ha superado sus dificultades, ¿no?, que ha tenido en el pasado. Sí. Nosotros tenemos ahora 40 comedores, 2 guarderías y la casa hogar. Y estamos trabajando muy duro, no solamente nosotros, sino muchas personas que integran este proyecto. Y nosotros queremos que Pan de Vida crezca, no solamente por nosotros, sino por muchos niños que necesitan de este apoyo. Ik weet nog dat ik op een zondagmorgen bij ons in de kerk zat. En terwijl ik zat te bidden, zag ik eigenlijk voor me wat er zou gaan gebeuren. God ging me vertellen dat ik de mogelijkheid zou hebben om in de stad Arequipa mensen te gaan uitnodigen die arm waren. Bedelaars, mensen die blind waren, die verlamd waren. Kinderen die tot 's avonds laat aan het werk waren op straat om dingen te verkopen. Ja, eigenlijk die kant van de samenleving daar waar maar heel weinig mensen naar omkijken. En ik zag voor me hoe ik ze mocht uitnodigen. Om ergens in een restaurant getrakteerd te worden op een maaltijd. En om ze dan tijdens die maaltijd te vertellen hoe kostbaar ze zijn in de ogen van God. Hoe belangrijk ze zijn in de ogen van God. En ik wist zelfs al welk restaurant het zou zijn. Ik was dus hier in de kerk. En toen kwamen er 3 mensen naar me toe, afzonderlijk van elkaar. En alle 3 hebben ze iets over me uitgebeden, zonder dat ze wisten wat er in mijn hart speelde. Wat mij een enorme bemoediging gaf en wat me ook een bevestiging gaf dat ik op het goede spoor zat. Ja, dan komt Aukje naar me toe en dan vertelt ze wat ze die zondag in de kerk heeft meegemaakt. Nou ja, dat is wel bijzonder. Maar ja, ik ben ook wel een hele nuchter Hollander. Dat ik denk van, mooi en aardig, maar zonder centen kom je nergens. Ik denk dat er ongeveer 2 weken voorbij gingen. En toen kwam iemand naar me toe uit onze kerk. En ik heb er met niemand over gepraat, alleen met Wilkin. En hij heeft er ook met niemand over gepraat. En toen kwam iemand naar me toe uit onze kerk en die zei: Aukje, ik denk dat God wil dat ik jou een geldbedrag ga geven. En je mag helemaal zelf weten wat je ermee gaat doen. Voor jou persoonlijk?
En je mag ermee doen wat je wil, al ga je ervan uit eten. Ja, dat is natuurlijk wel bizar, hè? Want ik was van plan om ervan uit eten te gaan. Maar niet alleen, maar met al deze mensen die ik zou uitnodigen. Nou, dat was voor mij het moment dat ik dacht, Oké, ik ga met je mee bidden. Toen begon ik er ook wat geloof voor te krijgen. Ik had het geld en ik wist wat ik zou gaan doen. Maar ik vroeg me af, en wanneer dan? Moet ik dat zelf in gang zetten? Wat gaat er gebeuren? De week erop krijgt ze een mail van iemand uit de kerk. Ik ga met mijn zoon naar Peru voor zaken. Ik zou graag willen dat je meegaat om me te vertalen. Maar ja, Oudje sprak nog nauwelijks Spaans. Ja, op dat moment viel eigenlijk alles samen. En toen begon ik te delen met hen wat mijn bedoeling was. En dat vond ik heel spannend. Want je kunt wel indrukken van God krijgen. Maar als je ze dan gaat delen met anderen, dan heb je ook het gevoel van, nu moet het wel gebeuren. Ik moet me niet vergist hebben. Eindelijk breekt de dag aan dat ik naar Schiphol vertrek. En dan sta je op Schiphol en dan wil je de stoelen regelen dat je bij elkaar komt te zitten. En dan krijg je te horen, het vliegtuig is overboekt. En er is grote kans dat jullie niet meekomen. Ja, dan sta je daar en denk je, dit kan niet waar zijn. En ik dacht ook echt, dit is niet waar. Het is onvoorstelbaar. Het is een onvoorstelbaar verhaal. 5 minuten voordat ze gaan boarden, hè. Voordat de gates die gaan, neemt die jonge dame van de KLM Aukje bij de arm. En die andere twee gaan mee. En krijgen ze 3 business class tickets. Nou, koninklijker kon ik eigenlijk niet vertrekken. Ik was ongelooflijk dankbaar. Ik vond 1 grote dikke knipoog van boven. Via Fontana is een van de armste wijken hier in Arequipa. Zeker toen we begonnen, toen hadden we geen stroom, geen water, geen riolering. Dat hebben we nu allemaal sinds kort. Via Fontana bestaat voornamelijk uit vrij jonge gezinnen die van de hoger geleden Andesgebergte komen. Die hier zeg maar, ja, tussen haakjes hun geluk proberen te vinden. There is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and window sills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Ik ben nu onderweg naar Leslie. Leslie zit al jaren bij ons in het kinderrestaurant. Zij woont in deze wijk en we gaan haar nu bezoeken om te kijken hoe het bij haar en haar moeder is. Señora Gladys? Buenas tardes. A ver, puedo pasar. ¿Y cómo fue el evento hoy día? Bien nomás, sí, para estar acompañada a mi hija, pues. Me acompaño así para que. Pero venden Avelino. Sí, en Mariscal. Mariscal, sí. Otro lugar, en el centro, ¿no? No, mayormente en esos lugares, pero que hay más gente, más comercio, todo. Y Leslie, ¿cuántos años tienes? Tengo 12 años. 12 años. ¿Y en qué grado estás en el colegio? En primer año de secundaria. Ya, ¿y cómo te va en el colegio? Me va muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Tus notas? Sí. Sí, también. Bueno, Leslie, ya sé que estás varios años acá en comedor con nosotros, acá en Villa Fontana. Y bueno, ¿no? ¿Qué te parece el proyecto? ¿No? ¿En qué te ha ayudado?
Sí, está bien, porque recibo una nutrición balanceada. Yo soy madre soltera, entonces yo me voy temprano a trabajar y a veces yo dejaba el desayuno, ¿no? Hecho, ya le decía, ¿sabes qué, Leslie? Desayunas. Y había una amiga que me había comentado de Pan y Vida y me dijo, ¿por qué no le mandas ahí cosa que va temprano y le hacen desayunar ahí? Tiene que terminar sí o sí. Uh-huh. Me parece bien porque yo veo que en ahí se nutre mejor, el desayuno es muy variado. Uh-huh. Y lo que yo, a veces yo no podía hacer eso, no muy variado a veces, por la economía también que yo tenía. Entonces, y ahora yo veo que ella se nutre bien y siempre está feliz, con buena energía, estudiando bien. ¿Qué te gustaría estudiar? ¿Qué te gustaría hacer? Una repostería o si no cosmetología. Saber un poco de cada caso para yo poder hacer todas las cosas. Entonces mi plan siempre ha sido ponerme en cada grupo para ayudar, para aprender y para ser mejor en la vida. We zijn zojuist bij Leslie en haar moeder geweest. We konden niet naar binnen, want dat wouden ze niet. Ze schaamden zich een beetje voor de leefomstandigheden waarin ze zich bevinden. Leslie en haar moeder zijn heel erg blij met het kinderrestaurant. Want ze zitten in een moeilijke situatie, financieel ook. De moeder verkoopt elke dag puddingjes op de markten. En we kunnen gewoon zien dat door het kinderrestaurant Leslie elke dag naar school gaat. Beter presteert op school. Haar moeder vertelde trots dat ze betere cijfers haalde. Dus we kunnen gewoon zien dat zo'n kinderrestaurant met een relatief kleine investering een grote invloed kan hebben op het leven van de kinderen hier in Arequipa, in deze arme wijk. Wat ik heel moeilijk vind is toch wel dat we eigenlijk heel veel willen doen, maar dat de dag toch nog maar steeds 24 uur heeft. Dat is natuurlijk heel standaard dat mensen zeggen dat het werk een druppel op een gloeiende plaat is. Nou, zo zie ik het zelf niet. Ik zie gewoon elk kind als een toekomstig moeder, vader. En daaruit kun je gewoon hele generaties, families veranderen. He, zo zelf ben ik ook uit een ander gezin gekomen naar Nederland. En kun je gewoon zien ook van wat uit één iemand toch voort kan brengen. Welkom weer. Ja, dankjewel. Superman. Ja. Ah, largo viaje. Sí. Pero cansado. Sí, poco. Sí. Ik ging ook delen met Carlos vooral van wat ik dacht dat God me voor de komende week had laten zien. Carlos had helemaal niet door wat God aan het doen was. Helemaal niet. Ja, en ik snap dat wel van Carlos. Hij hoort dat aan, maar hij denkt, dat moet ik gewoon nog eens zien. Want daar zitten zoveel losse eindjes aan. Of dat gaat worden wat jij denkt. En het eerste losse eindje was al dat ik zei, Carlos, hoe laat begint bij jullie de dienst op zondagmorgen? Maar op zondagmorgen hoef je echt niet te gaan. Er is bijna niemand in de dienst. Er is ook nog een middagdienst en een avonddienst. En daar gaan wij naartoe, 's middags. Maar 's morgens gaan we nooit, want dat is echt, bijna niemand. En dan besluit ik gewoon, omdat ik denk dat ik toch moet gaan op zondagmorgen, besluit ik om zondagmorgen heel vroeg op te staan en het huis uit te sluipen en op weg te gaan. Dit is de straat. Hier begon het, daar. Teatro Felix. Daar zat de kerk vroeger. Hier is het begonnen eigenlijk op die zondagmorgen. Ja, dit is dus nu de plek waar ik 10 jaar geleden was en voor het eerst op zondagmorgen de,
de allervroegste dienst nam. En ik wist echt dat ik in die diensten moest zijn. Maar er was eigenlijk ja, een paar oude vrouwtjes zaten er. Dus ik dacht, waar vind ik ooit degene die mij gaat vertalen? Want ja, ik had echt van God begrepen dat die hier op zondagmorgen in de kerk zou zijn. En ik heb dus die hele dienst hier gezeten. Ik verstond eigenlijk niks van heel de dienst. Maar ik had natuurlijk ja, echt zo'n verwachting van, hoe gaat het nu verder? En toen na de dienst, toen vroeg ik aan een paar vrouwtjes met mijn weinige Spaans van, is er iemand die misschien Engels kan? En zeiden ze, ja, daar achterin, daar zit Renzo. En Renzo bleek eigenlijk alleen maar op zondagmorgen te zijn. Dus het was gewoon super gaaf. En ik kwam met hem in contact. Ja, en op zondagmiddag mocht ik daar op het podium vertellen wat de bedoeling was. Het motief van zijn visite hier is voor een ministerie of een llamado of iets speciaals dat sintió in zijn corazón. Yo se lo voy a compartir, pero primero quisiera dejar un momentito con ella, ¿sí? Toen ik Renzo vertelde waarom ik hier was, en dat raakte heel erg zijn hart, want hij had gewoon heel erg de armen op zijn hart, maar hij had geen mogelijkheden. En toen kon hij opeens ja, samen met ons handen en voeten daaraan geven om de armen op te zoeken hier in de stad en om ze uit te nodigen voor die maaltijd. I want to share the bread with the poor. Ella quiere compartir el pan con los pobres. But not only bread, I want to share the living bread. Pero no solamente el pan físico, sino también la palabra. Jesús es el pan de vida. Jesús es el pan de vida. Toen ik op zondagmiddag hier op het podium stond en aan de gemeente mocht vertellen wat ons plan was, ja, waren echt veel mensen enthousiast. En dat was gewoon super, want ik had natuurlijk gewoon maar een paar woorden Spaans tot mijn beschikking. Dus zij hebben mij ontzettend geholpen. Ja. Muchas gracias, señor. Oké, hasta luego. Sí. Ja, het op zoek gaan naar de mensen waar het eigenlijk allemaal om draaide, dat was denk ik het allermooiste om te doen. Gewoon over de straat lopen. Al vragend aan, ja, aan God, wie mag ik dan uitnodigen? En ik had een paar zinnetjes Spaans geleerd om te kunnen zeggen, Jezus houdt van jou, ik nodig je uit voor een maaltijd, zo laat. Die dag daar verzamelen. Ja, en dan de blijdschap van sommige mensen. Het bijna ongeloof van, word ik uitgenodigd? Kinderen die je uitnodigt, die tot 's avonds 11 uur aan het poetsen zijn. Ja, die gewoon hun centjes voor de familie bij elkaar moeten verdienen. En die dan vragen van, ga ik ook echt een flesje drinken krijgen dan? Ja, je krijgt ook een flesje drinken. Je krijgt lekker te eten. Ja, dat gaf zoveel blijdschap. Zoveel voldoening. Zoveel dankbaarheid. En ook zoveel verwondering. Dat God me tot zover daarin geleid had. En dat hij ook dit stukje zou leiden. Als ik zelfs nu nog met Aukje door deze stad loop. Dan wordt Aukje zoveel jaren daarna nog steeds door hen aangesproken. Estas palabras. ¿Qué hablas, Dios? Diciendo. ¿Qué hablas, Dios? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Sí. Sí. Qué bueno para encontrar otra vez contigo. Sí. Por mucho, muchos años. Sí. Yo dije, ya no vendrá ya la hermanita.
omdat we van plan waren mensen uit te nodigen die niet de schoonste van de stad waren. En ik denk dat er wel wat luizen en vlooien mee zouden komen. Werd ik op een ochtend wakker en had ik in mijn Bijbel gelezen dat God de onaanzienlijke bij de hooggeplaatste aan tafel zet. En op dat moment had ik echt het idee, ik moet zien dat ik bij het gemeentehuis kom. Want als ik de burgemeester van de stad zou kunnen uitnodigen, dan kan ik in het restaurant ook aannemelijk maken dat het gaat om echt belangrijke mensen en dat ze hun best moeten doen. Nou ja, Carlos zei maar dat de dominee van de kerk meegaat. Dat kan ik niet ontkennen, dat is bijzonder. Maar de burgemeester van de stad uitnodigen, een stad groter dan Amsterdam, kom nou, dat is niet realistisch. En ik kwam hier bij het gemeentehuis. Toen dacht ik, hoe ga ik beginnen? En toen tikte iemand binnen, 2 minuten op mijn schouder, keurig in een wit overhemd. En vroeg me in het Engels, waarmee kan ik jou helpen? Terwijl de 2 mannen bij me stonden, maar hij vroeg het mij. Ik zei, ik wil graag naar de burgemeester. Hij zei, wacht maar even. En het duurde maar heel even. En we stonden in de kamer van de burgemeester. Die was er niet, maar de secretaresse heeft de first lady van de stad gebeld. En zij heeft toegezegd dat ze zou komen om te kijken bij het eten. Uiteindelijk kwam ze niet, maar dat maakte helemaal niet meer uit. Want ik kon tegen de mensen van het restaurant zeggen, zorg dat alles piekfijn is. Want jullie first lady van de stad, die komt bij de maaltijd. Als we naar buiten lopen uit het gemeentehuis, dan vraag ik aan die man van, hoe lang werkt u hier al? Die man zegt, ik werk hier helemaal niet. Ik ben hier voor het eerst van mijn leven. Ik stond hier net een paar minuten binnen. Toen ik dat hoorde, dacht ik, oké, dit is wel heel bijzonder. We zijn zojuist geland in Gouga. Gouga is een stad in de Andesgebergte. Peru is een heel groot land en we hebben zojuist ook de huurauto opgepikt. En vanuit Gouga rijden we naar Satipo. In Satipo zitten meerdere kinderrestaurants. We gaan nu het eerste kinderrestaurant bezoeken wat hier in Satipo gestart is. Dat is bij de voorganger Reyes. Buenas tardes, Pastor Reyes. Bienvenido, Pastor Carlos. ¿Cómo está usted? Gracias por venir a Satipo. Bueno, también estoy viendo que están cocinando. ¿Y a qué hora vienen los niños? Los niños van a comenzar llegando a la 1 y ya van a estar todos acá. Okay. ¿Ya vamos a esperar a los niños? Sí, entonces, por favor, vamos esperando, ¿ya? Pastor Reyes, ¿cuántos niños hay en el comedor? En el comedor tenemos 101 niños. Los niños vienen de alrededor de toda esta zona. Son familias muy pobres y solo de esta zona. ¿Y cómo va? Estamos muy bien, gracias a Dios, con la ayuda de Dios, con la ayuda de Pan de Vida, bien bendecidos los niños, sí, bien. ¿Podemos ver la chacra? Sí, por supuesto, es bonito el proyecto. Ok, vamos.
entramos. Ya, este es el terreno. Ya hemos llegado, esta es la yuca. We staan hier bij de cassaveplantage van Pandevire. Dat zijn we eigenlijk, ja, is een heel nieuw project. Het is 3 hectare groot. Cassave is eigenlijk een boomwortel wat na 10, 12 maanden uit de grond wordt gehaald. Dat wordt weer verkocht hier op de lokale markt. En met de inkomsten daarvan willen we eigenlijk proberen om de kinderrestaurants hier in deze regio ook eigenlijk zelfvoorzienend te maken. Estamos aquí en la chacra. ¿Me puedes explicar cómo crece la yuca? Mira, ahorita está sembrado, tiene exactamente 8 días de sembrado y la semilla de la yuca está acá. Mira, vamos a buscarla. Ah, acá está, mira. Ya se planta de esta manera. Uh-huh. Y va botando hojas y a la vez también los raíces, ¿no? Esos raíces son la yuca. Yeah. Sí. ¿Y después de cosechar? Después de 9 meses o 10 meses vamos a tener que cosechar y luego venderlo, comercializarlo. Y eso lo llevan para Lima, ¿no? Es bien comercial la yuca, sí. Qué bien, qué bien. Sí. ¿Cuál es la finalidad de cultivar yuca en este lugar? Bueno, la razón por qué estamos cultivando es de poder ayudar el financiamiento de Pan de Vida, ¿no? ¿Del comedor? Del comedor, porque hay mucha necesidad tenemos, ¿no? Ah. Sí. Ja, dit was het. De ingang lijkt nog heel erg op hoe het toen was. Restaurant Bonanza. Hier kon je naar binnen. Bonanza heet het. En we kwamen dus met een hele lange rij, helemaal vanaf daar. En we hadden ongeveer 60 mensen hadden we geteld die we hadden uitgenodigd. Maar ook mensen van de kerk hadden meegeholpen. Dus uiteindelijk hadden we 104 mensen. En er konden er 100 in. 4 moesten wachten. En daar hebben we daarna nog weer meer gegeten. Ja, echt. Als ik daar nog aan denk. Het is echt bijzonder om dan op deze plek weer te zijn. Toen ik werkelijkheid zag worden. Dat ik die kant op keek. En al die mensen zo dichterbij zag komen. Ja, toen heb ik hier gewoon staan huilen. En mensen vroegen aan mij van, ben je nu verdrietig? Ik zei, nee, ik ben gewoon super, super blij. Het was voor mij ook heel spannend om iets te gaan doen wat je wel gezien hebt en waarvan je denkt, God laat me dit zien dat ik er wat mee doe. Maar je moet het allemaal nog wel doen. En dat is best wel spannend. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost. But now I'm found. Welcome, welcome, welcome. I want to tell you, Dios loves you. Que Dios los ama. Unending love, amazing grace.
Ik heb mensen gezien die hadden een plastic zakje bij zich. En terwijl het eten op hun bord lag, schoven ze het in het zakje. En toen ik vroeg waarom, toen zei een moeder, ik neem het mee voor mijn kinderen thuis. Of een kind die zei, ik neem het mee voor mijn vader en moeder thuis. Het willen delen wat je krijgt. Ja, toen ik die beelden later zag in het restaurant, ja, dat ontroerde me enorm. Ik heb genoten van een blinde man die zijn haren van tevoren nog netjes kamde. Zodat wij tegen hem aan zouden kijken als een nette man, terwijl hij het zelf niet kon zien. Er sprak zoveel liefde van God uit. En zoveel zorg van God voor deze mensen. En ik denk dat dat op dat moment opnieuw in het hart van Carlos gezaaid is. En waardoor hij wakker geschud werd en begreep, als ik ga doen wat God van mij vraagt, dan zal God altijd deuren blijven openen. Wat is er niet voortgekomen, ook uit dit stukje, ja, gehoorzaamheid van Carlos om een weg te gaan, wie die zelf heel anders eigenlijk had uitgestippeld, maar wie uiteindelijk zo goed heeft uitgepakt toen die ging luisteren naar hoe heeft God het eigenlijk bedoeld. Het aantal projecten dat we nu hebben, gaan we verdubbelen. Het is nodig. En ik zie hoe gemotiveerd Carlos is hiervoor, samen met zijn team in Peru. Maar het is ook een hele grote uitdaging. En we weten, Carlos kan het niet alleen. En wij kunnen het niet alleen. Dat kan alleen maar als er meer mensen zijn die zich één willen maken met deze visie. En die achter Carlos en zijn team willen gaan staan. Omdat ze gezien hebben dat elk kind dat we helpen en redden geen druppel op de gloeiende plaat is. We zijn ontzettend dankbaar voor alle sponsoren die door de jaren heen ons ondersteunen. We hebben kunnen zien dat we van enkele projecten naar tientallen projecten zijn gegaan. We hopen in de komende jaren door te kunnen groeien van die tientallen naar misschien wel 100 nieuwe of 100 kinderrestaurants. En misschien wel een kinderthuis er ook nog bij. Dankjewel. You said